Hoi, nou hier zit ik tegenwoordig. Een stuk minder leuk dan op Factorium natuurlijk. Maar ja, we moeten toch verder, hè? Ik wil jullie even een beetje vertellen wat ik gedaan heb zo de afgelopen tijd. Toen we Factorium niet meer in mochten, was dat natuurlijk best wel lastig, want ik heb geen drumstel meer. En ja, hier thuis kan ik wel een drumstel neerzetten, maar mijn man geeft ook drumles. En ja, twee drummers naast elkaar, dat gaat dan echt niet worden. Daar worden de buren niet blij van. Dus ik moet het even zonder drumstel doen. Maar jullie hebben gewoon wel een drumstel en je kan gewoon oefenen. En om dat te oefenen is het natuurlijk wel belangrijk dat je naar je huiswerk kijkt op de ELO. En ik probeer dat vanaf nu weer heel goed bij te houden. Het is niet zo heel goed gegaan de afgelopen tijd, want ik moest overal aan wennen. Ik wist niet of ik het met WhatsApp zou doen, of met Skype, of toch met Whereby. Inmiddels heeft iedereen gelukkig ingelogd met Whereby. Dat gaat eigenlijk heel erg goed. Dus ik stel voor dat we deze week gewoon lekker verder gaan. Iedereen op zijn eigen tijd. Klop gewoon aan. Als er nog iemand binnen is, kom je gewoon gezellig er even bij zitten. En dan hebben we gewoon weer les. Ik zou het wel heel fijn vinden als iedereen voor de les 1 of 2 filmpjes, of misschien 3 zelfs, instuurt. Want daar kan ik wel veel beter aan zien of je, hoe het klinkt. Want als ik het via Whereby moet doen, dan gaat het soms een beetje traag. En als jij zit te spelen, dan klinkt het niet zo mooi. Maar als je het via WhatsApp stuurt, dan is het voor mij veel beter. En dan kan ik er ook veel beter tips en tops over geven. Dus ik hoop veel huiswerkfilmpjes te zien deze week. En ik zie jullie allemaal op je gewone normale tijd. Tot ziens!